pijn van mijn nek. Dank je. Als je nooit gehoord geeft, roept u mij. Dat zal ik doen. Il faut à la Belgique une colonie. Het onderwerp dat ons samenbrengt, is een van de grote taken voor de mensheid. Ons centraal Afrika, dat laatste deel van de aarde dat nog niet in aanraking is gekomen met de beschaving, hiervoor te openen de duisternis die over vele volken hangt, doorboren, is waag ik te zeggen, een kruistocht tot deze eeuw vooruitgang waard. Het leek mij dat België een neutraal en centraal gelegen land en nu zit er plaats voor een dergelijke bijeenkomst zou zijn. Is het nodig dat ik zeg dat er geen sprake is van egoïsme van mijn kant, door u naar Brussel te laten komen? Nee, heren. België mag dan wel een klein land zijn, maar het is gelukkig en tevreden met zijn lot. Ik heb geen andere ambitie dan het goed te dienen. Nu wil ik nog vragen voor een grote donatie voor mijn expeditie naar Congo. Ik zal het mandje laten rondgaan. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ik dank u voor uw aandacht. Hendrik, je hebt een belangrijke taak die je niet mag verprutsen. Jij moet de Franse minister gaan omkopen, zodat deze niet te geïnteresseerd raakt in Midden-Afrika. Zo niet wordt hij een gevaar voor onze expeditie in Congo. Zoals u wilt, meneer. Dank u wel. Treed binnen. Zit. Dank u. En wat brengt u hier? Ik kom in naam van Leopold II. Om te onderhandelen over de kolonies in Centraal-Afrika. Leopold zou liever hebben dat u in Noord-Afrika blijft en niet zo gaat koloniseren in Centraal-Afrika. En zo. Oké, ik zal niet geïnteresseerd zijn in Centraal-Afrika, maar zeg tegen Leopold dat zijn kolonie niet mag verkopen aan de Britten. Oké, Theo. Om Congo effectief te verhoren en de kolonie uit te bouwen, gebruikte Leopold persoonlijk bezit en giften. In het begin maakte hij echter groot verlies en moest hij weer aan geld zien te geraken. Hij klopte aan bij de Belgische regering, maar die was natuurlijk niet zo happig. Hij liet dan een aantal Belgische kranten opkopen om het publiek te bespelen. Leopold had er ook geen enkel moreel bezwaar tegen om met Tipu Tip, de belangrijkste slavendrijver, handel te drijven. Toch besliste hij na een tijdje een eind te maken aan deze relatie omwille van de slechte klank bij het publiek. Kardinaal Lavigné riep op tegen de slavernij. Hij wist daarbij een hoog kapitaal te verwerven en dadelijk zag Leopold het gevaar in van deze man. Dus riep hij op tot een internationale antislavernijconferentie in Brussel. Als wij 10% tax op de in- en uitvoer in Congo mogen hebben, dan zijn wij bereid om deze kruistocht tegen het kwaad op ons te nemen. Die 10% dient natuurlijk enkel om ons van de middelen voor deze taak te voorzien. Dit was echter tegen het gangbare vrijhandelsprincipe, maar toch ging men akkoord. Leopold kreeg uiteindelijk de 25 miljoen Belgische frank van de Belgische staat, die in ruil Congo na de koning zijn dood zou erven. 10.000 Arabieren onder leiding van Sefu hielden vrij uit Congo binnen. Ze staken de Lomami over en bouwden aan de overzijde een fort. Hier had Dano op de weg. Hij zond 150 West-Afrikanen onder leiding van luitenant Michaud naar Congo Lusazi. Het legertje van Congo viel nu de Arabieren aan. De Arabieren vluchtten weg aangezien ze zich niet konden verdedigen met hun verouderde leger. Sommigen werden doodgehakt door de Batetela, anderen verdronken. Dano zou meteen verslag en was verheugd dat hij slechts 2 man was verloren. Dano gebruikte nu steeds invasie als excuus om zelfs de slavenstaat binnen te halen. De Belgen waren niet meer te stoppen. Mohara en Sefu werden gedood. Toen de strijd met de slavenhandelaars bijna voorbij was, zochten de Belgen naar een reden om zich van de barbaar Congo Lutere te ontdoen. Ze beschuldigden hem van verraad, hij kreeg een schijnproces en hij werd gedood.
Danen spoedde zich bij het nieuws terug, maar arriveerde te laat om hem te redden. Hierop verlieten de Batetela Danes en de moord op Congo zou een heel slechte zaak zijn voor de Belgen. Leopold II droomde nu van een rijk tot aan de Nijl. Hij zond een expeditie onder bevel van Danes in die richting. Danes werd hierbij begeleid door 3000 Bateleti. En die namen nu een wraak. Alle Belgische officieren werden gedood. Alleen Danes kon ontsnappen. Hierdoor waren de Fransen voor Leopold en Fashoda. België koopt Congo over van Leopold II voor maar liefst 95 miljoen Belgische frank. Omdat Morel een campagne voerde in de Verenigde Staten en Leopold Amerikaanse senatoren had omgekocht, werd de druk door de Verenigde Staten en Engeland te groot en moest België de kolonie wel kopen. België kondigt ook hervormingen af, maar die zullen pas later worden uitgevoerd. Tot zover de geschiedenis over Leopold II en Congo. Tot volgende keer.